al wekenlang houden ze de gemoederen van veel vogelaars bezig. De roerdompen bij de Zevenhuizense Plas. Een familie roerdompen scharrelt daar rond. Ja, natuurlijk alleen die jongen. Die jongen zijn nog niet zo schuw. Ze komen tot heel dicht bij het fietspad. En laten zich daar uitgebreid fotograferen en bekijken en filmen. Terwijl de oudere vogels die kijken op een afstandje toe. Of zie je af en toe opvliegen vanuit de andere kant van de rietkraag of van het rietveld. Ja, ik vind het zelf een prachtig gezicht. Zo zie je een roerdomp niet vaak. Als je hem goed bekijkt, dan lijkt het net een drakenvogel. Een dinosaurus die zo met zijn kop schuin boven het water kijkt of hij iets in het water ziet bewegen. En dan opeens een sprongetje maakt en erop springt. Het kan haast niet anders of de makers van Jurassic Park hebben gekeken naar dit soort vogels en naar de bewegingen die ze maken. Want eigenlijk zie je diezelfde bewegingen in die films ook terugkomen. Nou ja, de roerdompen dus. Ze lopen er al een aantal weken rond en ik denk dat het nog wel even doorgaat ook. Totdat ook die jongen even schuw zijn als de oude vogels en ze van mensen niks meer moeten hebben en ze gewoon lekker in dat riet blijven zitten. Ach, moeten ze ook gewoon doen. En hier komt de familie Zwanen, de familie Knobbelzwanen voorbij.